Hallo iedereen, welkom. Ik ben Rodney Van Aver, kleinzoon van Marcel van den Einde, lid van het Nationale Jeugdteam van België. Ik ben hier vandaag in Lokeren. Dit is een heel bekende plaats voor wintervisserij. En hier gaan we een dagsessie doen. Mijn voer heb ik besloten uit een zakje Superlake. Superlake is speciaal ontworpen voor winter- en zomervisserijen, maar het is een heel licht voer. We gebruiken ook natuur. Natuur is een zwaar bodemblokkaas, ontstaan in 1973. Het is een voer dat vrijwel onmiddellijk werkt als het de bodem raakt. We gebruiken ook geroosterde de kemp. Geroosterde de kemp maken we zelf. Roosteren we ook zelf, dat de kwaliteit en de sterkte van de geur heel goed is. We gebruiken ook nog als laatste rotaugen. Rotaugen is een additief, een kruidenmix, speciaal voor voren, winter en zomer gericht voor de grotere exemplaren uit te halen. En nu gaan we door naar de voorbereiding van ons voer. We gebruiken 1 kilo natuur. Twee kilo Superlake. Een 200 gram geroosterde kemp, dat is ongeveer de helft. En een 100 gram rotaugen, is ook de helft van het pakje. Vervolgens roeren we dat eerst zodat alle elementen goed gemixt zijn, droog. En als dat goed gemengeld is, kunnen we bevochtigen. Ik gebruik duivenstront. Hoe gebruik ik mijn duivenstront is eigenlijk gewoon in een zak. Ik poef dat er zo in, zodat ik zeker ben dat al mijn duif erin zit. En daarnaast bevocht ik nog extra water. Ik probeer altijd, als ik duif gebruik, dat het aantal gewicht van mijn duif overeenkomt met het aantal gewicht van mijn voer, zodat ik eigenlijk heel weinig water aan zal toevoegen. Dus dat vind ik persoonlijk een belangrijke tip als je met duif vist. Probeer zelf een beetje te zoeken naar de hoeveelheid kilo en ook het gebruik van je water, zodat je dat ook makkelijker voor jezelf kunt doen. Dat je maar één keer water moet aan toevoegen bij je duif en dan ben je er ook direct vanaf. We hebben nu een tussenperiode gehad, het voer heeft kunnen rusten. Wat blijkt, ik heb iets te weinig water gebruikt, dus ik moet terug extra water aan toevoegen. Ik heb een 1/4 potje. Dat doe ik ongeveer de helft van in en nu ga ik nog een keer mixen. Normaal gezien is dat voldoende. Mijn gevoel zegt nu dit, dat dit de perfecte balans is van het voer. Als het nog niet gezift is, zitten er altijd dikkere brokken bij. Dus hou daar ook rekening mee. Als je dat heel fijn zift, die dikke brokken gaan eruit gaan. Waardoor er ook nog terug vocht van het voer gaat vrijkomen. Oké, het voer is gezift, klaar voor gebruik. Mijn voer is nu bruin. Als je zelf graag de voorkeur hebt van een zwarte kleur van je voeder, kun je ook gewoon een magic color zwart aan toevoegen. Oké, we gaan beginnen voeren. Wat gaan we gebruiken? Dat zijn kasters. En ook kemp van Van den Einde. Het voordeel aan deze kemp is dat het een hele grote kemp is. Wat zijn er nog voordelen aan? Dat je heel weinig gaat moeten schieten als je voor het kortbeek zit of op 8 meter. Dat is een mooie afstand om continu mooi uit de post te smijten.